In het weekend van 24, 25 en 26 januari is het weer tijd voor de jaarlijkse tuinvogeltelling. De bedoeling is om gedurende een half uur alle vogels te tellen die in de tuin worden waargenomen. Sander Schoenmakers en Roos van den Berg, medewerkers van Omroep Meierij, gingen op zoek naar een vogelkenner en vroegen hem naar het waarom van een tuinvogeltelling. Ik hoorde dat u meedoet met de vogeltelling. Wat houdt dat precies in? Dat we urenlang de vogels tellen die in onze tuin voorkomen, zeg maar. En dat uur, dat kun je het beste bepalen door op een gegeven moment in de tijd dat ze gaan eten te tellen. Want anders daartussenin zie je minder vogels, zeg maar. En wat is het nut ervan? Waarom is het zo belangrijk? Het nut ervan is om aan te zien in hoe in de verloop van de tijd eigenlijk het vogelstand gehandhaafd blijft of achteruit gaat of vooruit gaat, zeg maar. Op het moment is er sprake van een verlies aan die biodiversiteit. En de bedoeling is ook van de regering eigenlijk om zoveel mogelijk vogels en andere fauna en flora in stand te houden. Om de natuur eigenlijk weer terug te laten komen. En wat heeft u zelf met vogels? Nou, ik zelf fotografeer vogels al vanaf 2006, 2007, zeg maar. En ik vind de vogel eigenlijk een heel mooi object om te kunnen fotograferen. En de bedoeling is eigenlijk om hem zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Ik zeg altijd, het kan altijd beter. Ja. Welke vogel zal het meeste voorkomen? Het meeste, de koolmees en de merel en de pimpelmees zijn vogelsoorten en de mus misschien. Maar ik denk dat de meeste het meer voorkomen als andere soorten op dit moment. De koolmees heeft een zwart petje en de pimpelmees heeft een blauw petje. Of een blauw kopje, zeg maar. Dat is het verschil tussen de twee meezen, de koolmees en de pimpelmees. Heb je ook nog de kans dat je een staartmees tegenkomt in de tuin. En die heeft een hele lange staart. Dus heeft geen zwart kopje, maar heeft ook geen blauw kopje, zeg maar. Maar je herkent hem duidelijk aan een hele lange staart, zeg maar. En wat is uw lievelingsvogel en waarom? De lievelingsvogel van mij is de bijeter. Dat is een van de mooiste vogels die ik me voor kan stellen, zeg maar. Hij heeft prachtige kleuren. Hij komt hier jammer genoeg niet veel voor. Maar gezien het feit dat het warmer wordt, is het wel zo dat hij af en toe ook in Nederland voorkomt, zeg maar. Maar je moet er wel ver voor rijden als je hem speciaal op de zuidelijke streken moet gaan fotograferen. Heeft u interesse om mee te doen aan de Nationale Tuinvogeltelling? Kijk dan op nationaletuinvogeltelling.nl.